Rond het begin van 2020 ontdekten wetenschappers een nieuw virus dat buitengewoon besmettelijk en buitengewoon dodelijk was en waarvoor nog geen vaccin bestond. De experts, of in elk geval die experts die onze overheden uitkozen om ons te adviseren, voorspelden een virusuitbraak met een enorm aantal doden en een nog ongekende druk op ziekenhuizen en IC's. Dus we begonnen met testen, nogal veel. En, wat denk je? Hoe meer tests we deden, hoe meer gevallen we vonden. Er was maar één oplossing om te voorkomen dat de wereld ten onder zou gaan. Flatten the curve. Veel landen namen draconische maatregelen om deze apocalyps te voorkomen en deden wat de mensheid nog nooit eerder deed. Stopzetten van de hele samenleving. Stopzetten van een groot deel van de economie en gezonde populatie in quarantaine. We voerden social distancing in. Nieuwe regels, nieuwe wetten en een nieuw normaal. Dingen die alleen konden worden opgeheven als er een vaccin zou zijn dat ons allemaal zou redden. Nu, een paar maanden later, kijken onafhankelijke wetenschappers terug en zien dat al die voorspellingen er ongelooflijk naast zaten en de sterfte ordegroottes lager was. De sterfte blijkt zelfs vergelijkbaar met een gemiddeld tot ernstig griepseizoen. En jazeker, lokaal waren er grote verschillen in de sterfte, zoals altijd in elk griepseizoen. Maar wat was er dan wel aan de hand? Even terug. De wereld stond dus niet aan de rand van een extreme uitbraak van een zeer dodelijke en zeer besmettelijke ziekte. In plaats daarvan waren we al geruime tijd onderweg met een vrij normale infectiegolf van een vrij normale mix van griepvirussen. Waarin, zoals elk jaar als laatste van het seizoen, natuurlijk ook de coronavirussen. De exponentiële uitbraak waar iedereen het over had, was niets meer dan het directe resultaat van de exponentiële groei van het aantal uitgevoerde tests. Deze zogenaamde cases waren in feite mensen die al weken of maanden ervoor blootgesteld waren aan het virus of de vals positieve uitslagen van de buitengewone, onbetrouwbare en onspecifieke coronatest. Elk jaar, als we het bloed van mensen met griepverschijnselen testen, vinden we een mix van virussen. Rhinovirussen, altijd vroeg in het seizoen, dan influenza A en B en als laatste komen de coronavirussen. Dus wat was er zo anders dit jaar? Eigenlijk helemaal niets. Laten we eens kijken naar de besmettingsgolven in verschillende landen. Er lijkt geen correlatie te bestaan tussen lockdown en social distancing en het verloop van de infectie. Landen met strikte of geen maatregelen deden het vergelijkbaar goed of slecht in het beperken van de verspreiding van het virus. In de meeste landen werden de maatregelen zelfs ingesteld pas nadat de infectiegolf of de R-waarde over zijn piek was. Een duidelijke indicatie dat dit dus niet door die maatregelen is veroorzaakt. Dus, als alle social distancing en andere drastische maatregelen de besmettingsgolf niet afremden, wat dan wel? De besmettingsgolf piekte in de meeste landen precies om dezelfde reden als elk griepseizoen. Elk jaar atmosferische omstandigheden zoals het weer, de temperatuur, luchtvochtigheid en groeiende immuniteit. Maar wacht. We hebben toch de hele tijd gehoord dat die groepsimmuniteit nog lang niet bereikt was en dat we ons moesten voorbereiden op een tweede golf en alleen terug naar normaal konden als er een coronavaccin zou zijn? Weet je wat? Laten we even terugspoelen en opnieuw kijken naar dat zogenaamde corona-killer-virus. Dat virus dat zo vreselijk besmettelijk en zo vreselijk dodelijk was en waar geen behandeling voor was? Het blijkt dat onafhankelijke wetenschap inmiddels aantoont dat het zelfs minder besmettelijk is dan influenza, dat het ongeveer even dodelijk is en dat er uitgebreide wetenschappelijke basis is om aan te nemen dat er een betaalbare, veilige en werkende behandeling is. Het vroeg in het ziekteproces geven van hydroxychloroquine in combinatie met zink en azithromycine lijkt veel patiënten te genezen en zelfs ziekenhuisopname te voorkomen. Dus, eigenlijk is het verschrikkelijke gevaar van het coronavirus of COVID-19 vergelijkbaar met dat van een mild tot ernstig griepseizoen. En ja, klopt. Ook aan corona sterven mensen, net als aan influenza. Maar corona is lang niet zo dodelijk als alle andere ziekten die we volledig normaal vinden en waarmee de media ons gelukkig niet dagelijks met sterftegrafiekjes overspoelt. Mocht je je nu afvragen, maar die antilichaamtests, die toonden toch slechts zo'n 5 tot 10% groepsimmuniteit
En om veilig te zijn, hadden we toch een groepsimmuniteit van 70-80% nodig? Dus we zijn er nog lang niet? Nee. Wat je maandenlang hebt gehoord in de media is maar een deel van het verhaal. Laten we nog eens kijken naar ons prachtige immuunsysteem. Dat bestaat uit je aspecifieke immuunsysteem, je huid, je speeksel, darmslijm, lichaamseigen bacteriën en nog veel meer. En je adaptieve immuunsysteem, de killer T-cellen, helper T-cellen en antilichamen. Best indrukwekkend, toch? Het blijkt dat de meeste mensen voor nieuwe virusvarianten al een achtergrond- of kruisimmuniteit hebben, doordat ze in contact kwamen met de eerdere varianten van dezelfde virussen. Dat verklaart ook waarom 75% van de zelfs veelal oudere opvarenden van het cruiseschip de Diamond Princess niet eens geïnfecteerd raakten, ook al hadden ze een maand lang opgesloten op het coronaschip rondgedobberd. Deze kruis- of achtergrondimmuniteit is zeer bekend in de immunologie. Maar hebben we onze experts, onze overheid of onze media daarover gehoord? Misschien is het tijd om onze keuzes te heroverwegen. Misschien is het tijd om nog eens na te denken over social distancing of het nieuwe normaal. Over het coronavaccin en eigenlijk over de hele crisis. Misschien is het een goed idee om onszelf beter te informeren. En onafhankelijke wetenschap, een open discussie en gezond verstand te omarmen. We hebben als mensheid al heel veel prima overleefd. Dit virus is daarin niets bijzonders.